Frank Anthony van Alphen, de schrijver van boek De Kaaischouwers, een hard leven aan de Waal, gaat nu ook een film maken over de Kaaischouwers. Hij is op zoek naar bewegend beeld uit het interbellum en van kort na de Tweede Wereldoorlog. Helene Weigers, directeur van Stichting Stevenskerk, steunt van Alphen in zijn zoektocht. Mijn naam is Leen Weigers en ik ben directeur van de Stevenskerk hier in Nijmegen. Ik wil u graag even uit de doeken doen waarom ik het initiatief van Frank Anthony van Alphen om historische filmbeelden bij elkaar te zoeken, om zo een prachtige film te maken, een reconstructie van het leven van de Kaaischouwers, overigens niet alleen in Nijmegen, maar ook in heel Europa, waarom ik dat steun. En daarbij gaat het allereerst om de oproep om zoveel mogelijk historische beelden te verzamelen, de leuke, mooie en ook misschien wel aangrijpende beelden van deze Sjouwers, die heel veel betekend hebben voor de voorspoed en opbouw van Nijmegen, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. En daarnaast wil ik, denk ik, aan het idee dat we in de Stevenskerk ook hebben, is dat je de betekenis zoekt en soms ook vindt, zoals een zogenaamde geest tussen de stenen. En dat is niet altijd zichtbaar, maar door middel van verhalen of beelden, en in dit geval dus ook bewegende beelden, kun je de geschiedenis van die tijd tot leven brengen. En dat is ook precies wat Frank Anthony van Alphen wil. De betekenis van de Kaaischouwer in beeld brengen en weer opnieuw tot leven brengen. En daarbij hoort niet alleen maar letterlijk het filmisch materiaal, maar zou ik ook een oproep willen doen om dit project, dit mooie project, financieel te steunen. Dus geef aan het project van Frank Anthony van Alphen. De speurtocht gaat niet alleen naar bewegend beeld van Sjouwers uit Nijmegen. Gezocht wordt naar historisch filmmateriaal van deze groep van losarbeiders in heel Europa. Mensen die filmmateriaal hebben, kunnen dat opsturen via dekaaischouwers.nl.